Wonen aan de rand van de Maas is in alle opzichten een feestje. Iedere dag weer is de wereld om je heen een beetje anders. En dat doen wij hier in de Motterie. Oftewel in een gelijkvoerse woning op de begaande grond. Alwaar we lopend nu een eigen voordeur hebben. Dus geen last van de buren met hun eigen kabaal en hun eigen verhaal. Binnenkomend gelijk duidelijk dat het een mooie grote aparte woning is. Met aan de linkerkant het wc. Oftewel het Chinese kamertje. Alwaar koning Willem II toekijkt wat of dat wij op onze troon allemaal weten te produceren. Terug het halletje in, alwaar de jassen hangen te wachten en lopend het woongedeelte in met links de eettafel en de gastvrije stoelen met een doorgang naar een overdekt terras. En vanaf dit terras een prachtig uitzicht over de Maas. Binnen in het eerste gedeelte van het woongedeelte niet alleen de eettafel, maar ook verscholen achter een muur een prachtige keuken. Met daarin alle denkbare apparatuur die wenselijk is. Te weten een vaatwasser, een oven met daaronder een warmhoutlade en een prachtige kookplaat. Allemaal van Miele, ook deze kookplaat met een afzuigsysteem en een koelkast verstopt achter deze panelen. Naast de keuken een rij kasten die voldoende ruimte bieden om heel wat te herbergen. In het woongedeelte, het zitgedeelte, niet alleen een haard die gezelligheid biedt, maar ook verstopt hier in de hoek in een blinde kast de apparatuur die nodig is bij het hebben van een vloerverwarming. Want het hele huis heeft een vloerverwarming. Aan de wand een televisie. En een royaal opgestelde zithoek. Met achter die zithoek ruimte met een tafel alwaar aan gewerkt kan worden. Maar ook een wand waaraan het een en ander te zien is. Even terug, want de schuifpui nodigt uit om naar buiten te gaan, om in je eigen tuin plaats te nemen, om daar tussen het groen de lunch te nuttigen of van de borrel te genieten of met vrienden een diner in alle privacy. In het groen. We lopen door. Inmiddels een grote deur, een glazen deur van plafond tot vloer is het slaapgedeelte te bereiken. En in dit gedeelte, de aanbouw, is rechts de badkamer met een prachtig lichtbad. Daarboven een veelzeggend schilderij. De handdoeken aan een verwarming. Een kast met daarin de wasmachine. De wasmand en de droger en uiteraard een prachtige kraan en het kastje alwaar menig schoonheidsgeheim verstopt staat. We lopen door en komen eerst in de eerste slaapkamer waar hier gewerkt kan worden aan het bureau voor het raam. Al waar er voldoende kasten zijn om kleding te herbergen, met zelfs een muurkast, een boekenkast, terug in het halletje, een muurkast, doorlopend naar de master bedroom met aan de linkerkant twee muurkasten.
een leuke inkijk. En al daar het bed tussen de ramen ingeklemd. Het hele huis is voorzien van Luxaflex, die via het makkelijke systeem met één druk op de knop te bedienen zijn, waardoor letterlijk de wereld op dat moment buitengesloten zal zijn en blijven, om zo een prettige nachtrust te hebben.